Giddy Markeshower, al jaren trouw PVV-Kamerlid, had zicht op het vicepremierschap en zijn eigen ministerie. Minister van Migratie? Maar Geert Wilders trekt hem terug. Op X ligt hij toe. De inhoud van de naslag over Giddy Markeshower was reden voor mij om zijn kandidatuur in te trekken. Dat heb ik de formateur net laten weten. Ik heb nu Marjolein Faber, Tweede Kamerlid en voorheen PVV-fractievoorzitter in de Senaat, voorgedragen als kandidaat minister van Asiel en Migratie. Marcus Hover is omstreden. Hij is eerder gearresteerd met een wapen, maar werd niet vervolgd. En hij heeft zich al eens teruggetrokken van een PVV-kieslijst... na een waarschuwing van de AIVD over te nauwe banden met Israël. Dat verklaar en beloof ik. Daarna kwam hij toch in de Kamer. Gadverdamme, voorzitter. Waar hij harde uitspraken deed. Wat een funzigheid. Wat een onrecht. Wat nou een rechtsstaat. Het huidige Nederlandse immigratiebeleid is eigenlijk één grote misdaad tegen het Nederlandse volk. Wat een ander woord dan kwaadaardig... kan ik niet op dit openbaar ministerie plakken. Jullie zouden allemaal voor een tribunaal gedaagd moeten worden. Wat de reden precies is geweest, weten we niet. Het is geen megascreening. Het is een zoekslag, een naslag in de systemen van justitie... de AIVD en de Belastingdienst... Die uitdraai wordt aan de formateur Richard van Zwol gegeven en die heeft vervolgens overleg gehad met PVV-leider Wilders. En daar is uitgekomen, Gidi Marcassouwer gaat hem niet worden. Marcassouwer zelf heeft gereageerd aan onze redactie en laat weten, het voelt kafka aan. Een gemiddelde terrorist lijkt meer rechten te hebben dan een politicus met een scherpe mening. Die is duidelijk teleurgesteld. Maar voor Geert Wilders is dit allemaal heel pijnlijk. Want opnieuw heeft hij problemen met de keuze van zijn mensen. Eerst helemaal aan het begin verkenner Gom van Strien die moest vertrekken. Daarna kandidaat-premier Ronald Plasterk die het niet werd. En nu dit met Gidy Markessoer.